Nou, ik ben Jozef T. Telepta. Ik ben 71 jaar en ik vind het ontzettend fijn om mijn verhaal te vertellen over wat nu vrijheid voor mij betekent. Want als je daarover gaat vertellen over wat is vrijheid, dan moet je beginnen bij de periode van Jan Pieterszoon Coen. Voor die tijd hebben de Molukkers een grote vrijheid genoten. Ze hadden eigenlijk niet zoveel behoefte aan het luxe wat wij nu hebben. Ze kunnen van hun eigen eten voorzien. Ze genoten van de mooie stranden, het mooie weer, natuur. En een sterke punt van de Molukkers is dat ze elkaar hebben. Er heerst een soort onderlinge liefde en eenheid. En mijn vader groeide op in die omgeving. En toen heeft hij zich gemeld als soldaat bij het KNIL. Ja, hij voelde zich behoorlijk geëerd om deel uit te maken van het KNIL. En de Molukkers, de Molukse soldaten, die zijn zodanig goed dat ze tot de elite groepen behoren van het KNIL. Dat was toen in 1940. Een korte tijd daarna brak in Indonesië de Tweede Wereldoorlog. Het KNIL leger en probeert die aanval terug te slaan. En zodanig dat hij zelf ook in de dat hij krijgsgevangen werd genomen door de Japanners. Vanaf dat moment voelde hij zich niet meer vrij. Indonesië onder leiding van Sukarno, die heeft toen de tijd dat de Indonesische Republiek uitgeroepen. Nou, je kunt je voorstellen dat de Molukkers daar niet blij mee waren. En die hebben dan in die periode gezegd, als jij Republiek Indonesië uitroept, dan roepen wij de Republiek Maluku Selatan, de RMS. Het probleem is dat Indonesië daar niet mee akkoord ging. Als er niks was gebeurd, dan zou een totale afslachting zijn van de Molukse mensen. En koningin Wilhelmina, die heeft toen gezegd, dat laat ik mijn jongens niet gebeuren. En zij heeft toen besloten om die Molukkers, die toen de tijd hun leven hebben gegeven voor de Nederlandse regering, zij laat dat niet gebeuren dat ze uitgemoord worden. In 1951 zijn toen de tijd 4000 soldaten, Molukse soldaten, met inbegrip van vrouwen en kinderen, zijn toen met een tientallen schepen hier naartoe gehaald naar Nederland. En ik zelf kwam met mijn ouders op 23 maart 1951 naar Nederland. De vrijheid heb ik niet echt bewust meegemaakt, wel van mijn ouders. Dat leven voor de vrijheid daar, dat is zo mooi, zo harmonieus. Dat was hun beleving. En mijn ouders die hebben daar in die vrijheid genoten. Totdat mijn vader bij de KNIL kwam. En eigenlijk eindigt daarmee ook zijn gevoel van vrijheid. Mijn verhaal begint pas toen wij in Nederland aankwamen. De keizer van China was een groot en machtig man. Hij leefde in een fantastisch groot paleis. En niet alleen zijn paleis was groot, ook zijn tuin was enorm groot en reikte tot aan de zee. En in die tuin had de keizer niet alleen de meest fantastische planten en bloemen en bomen verzameld, nee, ook de meest bijzondere dieren van over de hele wereld. Er waren olifanten, giraffen, de meest exotische vogels in de meest bonte kleuren. De keizer genoot ervan. En om te voorkomen dat de dieren zouden ontsnappen, stond er om die enorme tuin een hek. De dieren hadden ruimte genoeg, ze ervaarden de hekken niet. Om te voorkomen dat de vogels wegvlogen, was er boven de tuin een enorm net gespannen waar nog geen mug uit kon ontsnappen. Maar ze ervoeren het niet als gevangenschap. Op een dag nu stond de keizer aan de rand van de tuin bij de zee. En daar hoorde hij van vissers dat die luisterden naar een vogeltje dat zo mooi zong dat de tranen over hun wangen stroomden als ze het beestje hoorden. De nachtegaal. De keizer kende het beestje niet, maar liet de vogel onmiddellijk bij zijn paleis komen.
En daar landde de nachtegaal op de vensterbank van de keizer. En de keizer vond het eigenlijk een onooglijk vogeltje. Gewoon bruin, verder niet. Maar toen het beest begon te zingen, rolden de tranen over de wangen van de keizer. En hij smeekte de nachtegaal, hij beval hem eigenlijk, om iedere avond te komen zingen. En hij liet de nachtegaal los in zijn tuin. En de nachtegaal zong 2, 3 avonden voor de keizer. Maar toen vloog de nachtegaal tot aan het net. En besefte dat hij niet vrij was, maar gevangen. Keizer, laat me vrij. In vrijheid kan ik mijn lied zingen. Maar de keizer liet de nachtegaal niet gaan. En de nachtegaal zweeg. En er zat na een tijdje voor de keizer niets anders op dan het beest maar los te laten, want hij had er toch niets meer aan. Onze ouders zijn hier naartoe gehaald met een belofte. En wij zullen de dingen regelen daar in Indonesië, met alle partijen die daarbij betrokken zijn, zodat jullie veilig terug kunnen keren binnen jullie eigen staat. Toen de kaneelsoldaten hier naartoe kwamen, toen hebben ze in al die periode dat ze hier in Nederland kwamen, hun koffers nooit geopend. Want we gaan toch terug. Maar die belofte kon Nederland niet waarmaken op de een of andere manier. En zelfs toen zij hier naartoe werden gehaald, was die trouw gewoon in hun wezen aanwezig. En wij groeiden op in die achtergrond. Het besef dat de belofte niet waargemaakt kan worden. Nee, tijdens hun overtocht hier naartoe werden ze allemaal stuk voor stuk ontslagen. Je wordt als het ware ontkleed. Je had geen doel meer. Dat was jouw eer om een soldaat te zijn. Nou, wij kwamen hier op 23 maart 1951. Toen werden we eerst gecontroleerd om gezondheidsredenen. Dan werden wij gebracht naar Amersfoort. En vanuit Amersfoort werden al die 12.500 zielen verdeeld onder diverse concentratiekampen. Wij als gezin Tetelepta moesten wij naar Hethuizen. Hethuizen, dat is 1 barak waar 5 gezinnen konden wonen. Omdat mijn vader zich niet kon harden in die kampen. Dus hij werd totaal agressief. En dan vanuit Hethuizen zijn we verhuisd naar de Biezen in Barneveld. En vanuit de Biezen naar Winterswijk. In al die periode was het de bedoeling dat wij daar tijdelijk zouden verblijven. Dat betekent dat je de Nederlandse taal niet hoeft te leren. Want we gaan toch terug naar Indonesië. De meeste Molukse kinderen werden gelijk vanuit de lagere school doorgestuurd naar de technische school of naar de huisartsschool. In die periode, dan praat ik over een periode van 15 jaar, dan had je een totaal achterstand in het uiten van je gevoelens in het Nederlands. En de meeste van mijn generatie, die hadden daar heel veel moeite mee. Ik kon redelijk goed leren, dus ik hoef niet naar de technische school, ik kon naar de HBS. Dus, maar ik was de enige Molukker toen de tijd in een klas van 20 leerlingen. En ik werd niet begrepen. In diezelfde periode overleed mijn moeder op 41-jarige leeftijd. En toen ik terugkwam de klas in, naar school, heeft geen enkele leerling, geen enkele klasgenoot, geen enkele leraar mij gecondoleerd. Want ze wisten geen raad met mij. Je helpt elkaar. Dat zit gewoon in onze genen. Dat gevoel, dat zit gewoon in onze cultuur verweven. Ik denk dat het te maken heeft met het totale onbekendheid met het verhaal van de Molukkers. En onbekend maakt ook onbemind. De Tweede Wereldoorlog verhalen van hier met Duitsland was veel interessanter dan mijn verhaal, dan ons verhaal. Het was een hele moeilijke, hele zware periode. Ik voel me niet vrij in die periode. Ik voel me zo minderwaardig. En ik werd ook minderwaardig beschouwd. Maar in die tijd van aanpassen aan de,
aan de Nederlandse samenleving, dat was voor ons tweede generatie heel moeilijk. En mijn vader is begraven met die onvervulde belofte door Nederland. Dus wij groeiden op in een sfeer van frustraties, van pijn. De opvoeding was Spartaans. De opvoeding was zo hard. De frustraties van onze ouders werden geuit op de opvoeding van de kinderen. We hadden alleen maar enige troost, dat is de liefde van onze moeders. En onze ouders kenden geen genade. Nou, dat hebben ze gezien tijdens hun gevangenneming door de Japanners. En door de pijn die ze hebben ondervonden tijdens de overtocht hier naartoe. En de onvervulde belofte. De keizer had nu een slimme gedachte. Hij liet een speeldoos maken. Een speeldoos in de vorm van de nachtegaal. De beste klokkenmaker ging aan het werk met een mechaniekje. En deze mechanische vogel werd mooier dan de nachtegaal. Het kreeg gouden vleugels, oogjes van diamanten en een robijnrood snaveltje. En de keizer hoefde niet te wachten op de avond dat de nachtegaal naar zijn raam kwam. Nee, hij hoefde maar op een knopje te drukken en het beestje, het mechaniek, begon te zingen. En zo genoot de keizer op ieder moment dat hij wilde van het zingen van zijn nachtegaal. Maar hij miste iets. De keizer miste na een paar maanden het verlangen. Het verlangen naar het zingen van de nachtegaal, want hij kon op ieder moment op een knopje drukken. En na een jaar kreeg het beest kuren en zong hij minder mooi. En de keizer verlangde naar de echte nachtegaal. En opnieuw liep hij naar het hek bij de zee en hij vroeg de vissers of ze tegen de nachtegaal wilden zeggen dat hij opnieuw bij hem moest komen. En de nachtegaal kwam opnieuw bij het raam van de keizer. Als je praat over vrijheid, dan betekent dat voor mij dat het niet alleen dat je de fysieke vrijheid ervaart. Hè, dat je niet in een afgesloten kamp leeft. Maar dat je dus ook de geestelijke vrijheid ervaart. De psychische vrijheid. De vrijheid van de innerlijke pijn. Van de frustraties. Van een leven van haat. En het neerzien op de ander, van een leven van agressie, verandert in een leven van verdraagzaamheid en liefde. We hadden elkaar. Kijk, je kunt van alles missen in je leven, maar als je echte vrienden hebt, dan is dat een waardevol en rijk bezit. En ik kan nu vertellen dat ondanks al mijn verleden, ik ben gelukkig getrouwd met een Molukse vrouw. Ik heb 4 kinderen en 7 kleinkinderen. En wij leven als broers en zussen in harmonie en met elkaar, vol liefde en verdraagzaamheid. Dat is de betekenis van vrijheid voor mij. Nachtegaal, nachtegaal, zing alsjeblieft opnieuw voor mij. Keizer, ik wil voor u zingen, maar laat mij iedere avond gaan. Alleen in vrijheid kan ik mijn lied zingen. Wie opgesloten zit, kent zijn eigen lied niet. En voor het eerst voelde de keizer hoe hij opgesloten zat in zijn paleis, in zijn tuin. En dus gaf hij toestemming aan de nachtegaal. En de nachtegaal zong zo mooi dat de tranen opnieuw over de wangen van de keizer stroomden. En toen hij uitgezongen was, vloog de nachtegaal weg, zijn vrijheid tegemoet. Maar zo vaak als hij wilde, kwam hij terug bij de keizer en zong in vrijheid zijn lied. En de keizer vond in zichzelf een vrijheid die hij niet eerder had gekend.